Yo mensen van YouTubers en welkom weer in Bobby Haaland. Een maand na de seizoensopening zijn we nog eens, maar dit keer met Dark Rides. Dus verder gaan we ook nog eens zien wat er in het park veranderd is. Ik ben er ook aan mensen. Ja, nieuw voor de 60ste verjaardag, zoals je daar ziet. Een paar quizvragen, wat is dat? In het theater, heel wat bekende sterren, denk aan Wil Tura. Wie presenteerde jarenlang de show? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Hier is er nog zo'n vraag. Welke van de onderstaande attracties was de allereerste in het park? Theater. Ja, dat was theater. Ja, dat is ook wel... Dat is ook wel nice voor in het park. Fascistische verjaardag, een paar historische afbeeldingen en wat quizvragen. Dus die gaan we door het park nog allemaal zien. Hier op het plein hebben we ook nog een paar. We gaan die eens even het schommelschip. Dat is Santa Maria. Op in het theater, Fidel, verschillende welke? Yogi Bear. Ja, wie is het? Hoeveel? Nee, niet vertoond. Hoeveel? Ah, niet vertoond. Dat Happy Family. En dan hoeveel verschillende attracties stonden in het park? Ja. Dat is schokken eigenlijk. Ik schat zo rond 37. Maar als fout is geworden, dan ben ik Bobby Haaland. Om de 60ste verjaardag te vieren zijn er ook nog shows in het park. Met mensen in Bobby Haaland schopen kostuum. De nevel is ook wel aanwezig omdat het zomer aan het worden is. Het is nu niet zo heel warm, maar springt uit nu. Maar ik zie dat de boomstammetjes droog liggen. Dus ja, dat is wel het teken dat die misschien niet open gaan. Hier hebben we nog zo een. Amerikaanse modeontwerper voor Bobby Haaland. Voor welke andere sterren werd hij? Ja, maar dat weet ik niet. Dat heeft niks met het park te maken. Een beetje een... Elvis Presley, Michael Jackson of... Ja. Ik denk Michael Jackson. Nu die kon, ja die ken ik niet. Hè. Ja, ik denk Michael Jackson of Elvis. En dat is onder andere zo'n historische foto van de Mississippi boot. Met het openingsjaar en het sluitingsjaar. Dat is zo'n boot dat Disneyland bijvoorbeeld nog heeft. Alleen deze, die vaarde wel echt, denk ik. De El Paso is ook een van de dark rides die terug open zijn, maar ja, ze staan weer medewerkers bij, juist gelijk als de World Water Slide, dus ja, dat zal ook weer een probleem zijn. Ja. Dat hadden als attracties eens in de zoveel tijd terug open gaan. Hier nog zo'n quiz. Je ziet hier de Texas trein in het Indianendorp. Maar Indiana Dog wordt vervangen door een andere attractie. Welk? Indiana River. Ja, die Texas trein die rijdt daar waar de Indiana River nu staat. Daar gaan we nu naartoe. Want El Paso is net als Wild Water Slide dicht. Gelukkig is de Indiana River terug open. Dus die gaan we nu terug doen en we gaan weer zaaknat worden. Hè. Ja, ik niet, want ik kan water zitten. Gelijk als vorig jaar in de zomer staan hier weer die nevelactiviteiten aan, maar... Rustig niet daar zitten. Maar ja, het is niet warm, hè, dus... Ik ga rustig daar zitten. Dus feitelijk is het niet van groot belang. We hebben een aparte ingang. Dankzij dat hier moeten we toch niet wachten. Dus we gaan hier naar binnen. Ja. There we go. Op jezelf dan ook kunnen stappen. Ja, Jonas niet, hè. Ja, ik heb een beetje met Kom in.
Ja, het is nog niet heel warm, hè. Alright. Deze heb ik moeten missen, in de Indiana River. Oh, we zitten met z'n veren in zo'n klein bootje. Oh man, ik wil achteruit, jongen. Ik wil achteruit. Ah, nee! Oh, ah, shit. Ah. Ah, nee. Oh, dat druk. Nee! Jongen, stop maar met te trekken. Oh! Nee! Dat is even geen. Dat is niet grappig. Ja, heel die bocht van water. Oh nee. Ja, helemaal niet van water. Ja. Bij de laatste drop kijk naar achteren, jongen. Ja. Allee, kunnen we nu even genieten van de mooie dark ride? Dat is goed, zit niet in de rest. Nou, naar mijn mening nog altijd de beste lochvloer van de Benelux. Dat is gewoon puur doordat dat die schoon is afgewerkt. Ja, iets van dat. Ja. Allright. En deze zal wel mij vallen. Ja. Hey, homo! Ja, hallo. Ah. Allee. Is hier op de deur zijn mijn valt. Hoi. Zit. Mijn schoen is aan. Hoi, Cobras. Hier ook heel schoon. Ja, en dan gaan we naar de laatste. Nee, ik ben zelfs van die tweede nat geworden. Ja, ik ook. Tweede nat. Ah. Ja, maar ik ga mijn kabos al verstoppen, zeg. Nee, ik ga mijn kabos verstoppen. Oké. Deze komt wel. Dat is fucking gewicht. Hé, het gewicht is van buiten. Dat is van jeugdje. Ja, man. Allee, wel vragen gekomen. Hier vallen wel rotsen. En deze is ook leuk. Ik ga weer een klein bekje rechtdoor. Om dan weer naar beneden te gaan en dan zullen we zien hoeveel tijd het er af komt. Ah! Ah! Nee! En hier het resultaat. Kom op, kijk. Hier het Coca-Cola strand. De Texas trein die heeft hier gelegen. Ginder is er nog een klein beetje van overgebleven achter de schermen zo'n beetje. Van 76 tot 2000 rijden hier rond. Maar dat spoor dat blijft hier nog tot verleden jaar staan. Daar is een vis. Dat is ook een makkelijke vraag. Welke attractie is dat hier? Of dat is de condo. Wil ik een vraag stellen? Welke? Ja, dat is een jommeke. Welke vis? Kun je ook zien. Ja, maar er zit een kruipenvis tussen en met een bult tussen en met een scheve ruggengraat.
Wacht, welk Vlaams musical actrice? Zie dit is wel een vette visje. Hoe groot is Kinderland? 7000. Ja. 10.000. Denk bij. 10.000 joint of zo. Sowieso, kan niet anders. Dat is een foto van vroeger. Ja, ik zeg toch maar A. De vorige keer was waar de poorten dicht, maar nu is het labyrinth open. Ik heb eigenlijk nooit niet geweten dat het hier lag. Ja. Ik ben er pas achter gekomen toen ik het... Terug. Ah, gaat een chico mee? Hier is het doodloop dood. Toen ik het parkplan eens zag... Oeh, maar... Andere kant. Ah, hier. Dacht al. Dat was op een parkplan, ik zag dan een labyrinth staan en hopla, hier staan we. Chico, ga jij de weg wijzen? Kom maar, Chicootje. Hela jongen. Kom eens, Chicootje. Follow us. Even wacht, het is de bedoeling dat we ginder moeten komen. Kijk, ik denk dat we op de goede weg zijn. Ik zie hier een pincode. Automaten, hopelijk is dat voor niks nodig hier. Ik hoop niet dat je, gelijk als in Plopsaco, onderweg in het labyrinth codes moet vinden en dat je daarmee de deuren kunt openen. Dus ik hoop dat dat niet de bedoeling is. Hè. Echt een zender bekend, geloof ik. Ja, hier is nog een deur. Pincodes, dat was een traditie waarschijnlijk. Zullen we dat misschien ook kunnen doen? Die quizvragen die ze in het park hebben rondgehangen, kunnen ze hier hangen. En dan... Ja, dan zit je vast voor altijd. Hier gaat die deur ergens samen. Hier gaat. Ja, hier is het. We survived. Nou, de eerste keer in een jaar tijd is Kinderland terug open. Dus we gaan eens even zien. Hè. Kunnen we ook eens een beetje wat beelden maken. Ah, hier dat podium waar zo'n clown optreden wordt gegeven, maar ik denk dat al jaren niet meer gebeurt. Het is er ook stil, hè? Geen muziek of niks. En de Dreamcatcher is ook dicht. Het gaat goed hier. El Paso dicht, Wild Water Slide dicht, nu Dreamcatcher dicht. Wat gaan we nog allemaal zien? Hier hebben we nog een vraag. In 99 vond Bobby Aanland op Engelse attractiebeurs de prijs voor de ontwikkeling van nieuwe attracties. Met welke attractie? Dat was de Bobby Drop. Zeker? Waarom is dat weggedaan? In 99, de Speedy Bob staat dus 98. Gewoon een keer dat filmen. Wacht, dat vroeger? Twee gespiegelde, één is... Nou daar. Ja. Was dat vroeger gespiegeld? Ja, dat waren twee banen. Hoe heette de cactus? Tja, prikkie zeker. Prikkie waarschijnlijk of Pedro. Nee. Prikkie. Hier nog een vraag. Drie attracties. Welke stond er nooit in de saloon? De... Bull Ride. Shooting Gallery. Ah, maar. Let's go! Oh. Ja, dat kan. Ja, je kunt die vasthouden hier. Hè.
Maximaal gaas geven, mensen. En bots. En wie valt in dat karretje? De ring al. Zullen we aan het filmen, denk ik? Ja. Kunnen we naar gezicht eens? Nog een vraag in het parcours van Orio. 170 jaar. Uit welke streek zijn ze afkomstig? Ja, de baan noemt El Rio van Rio Grande, dus die staat in Colorado, denk ik. Wir bitten Sie ebenfalls, zu jeder Zeit 1,50 Meter Abstand zu halten auf den Wanderwegen. Möchten Sie eine Attraktion im Restaurant oder auf dem Hotel, vergessen Sie dann nicht zuerst Ihre Hände zu desinfizieren. Im schönsten Land wird das Tragen eines Mundschutzes Pflicht. Die stond früher da. Ja, das ist keine Frage mehr, das ist overduidelijk, 500. Denk dat we daar denken. Volledig stil, hè. Die is er een bek beweegt niet eens. Hoe scary is deze? Helemaal omzet, die attractie. Vroeger was dat ze moeten deze echt eens gaan aanpakken, zo, want zijn mond beweegt niet meer, zijn ogen geven geen kleur niet meer. En er komt geen stroom meer aan. Die beweegt niet, hè. De ingang van Forbidden Caves wordt vanaf nu gebruikt voor de Revolution, dus Forbidden Caves zelf is niet open. Ja, zo lopen we hier ook eens. Dan gaan we ze beet. Ja, bij Revolution terechtkomen. En wat deed het toch zeer om verleken Revolution niet te kunnen doen. Ik dacht even dat Forbidden Caves terug open was, maar ja, niet dus. Maar nu lopen we nog eens door die wachtrij, want dat is echt dat is 6 jaar geleden dat ik hier voor het list geweest ben. Ah ja, en hier splitst het. En nee, dat klopt niet. Mount Mara. Vindt deze? Tja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk het eerste. Ja, Banana Battle is nu nog dicht, of die gaat pas na de middag open, of omwille van de waterkanonnen gaat die helemaal niet open. Uiteindelijk niet zoveel voordeel in vergelijking met vorige keer El Paso dicht. We zullen zien wat het strak gaat zijn. En ja, deze ook. En Forbidden Caves ook dicht en Mount Mara ook, maar dat is goed nieuws. Dus, vanaf nu moeten we met dat bankje via de ingang komen en dan staan we hier te wachten. En de ingang van de normale wachtrij gaat via Forbidden Caves en niet langs hier. Dat is de uitgang hier dan? Die is zoals je ziet op beeld daar, de normale wachtrij is afgesloten. Dat is goed nieuws. Maar ja, we gaan een rit maken op deze fantastische achtbaan. Met Bones on the Beach. Yes, fast rides. Kevin zei de Revolution weer. Front seat. Deze heb ik zo uitgemist. Ik ook. Maar Jonas die mijn rug zit te stoempen, dan niet. Ja, daar gaan we. Oké, mondkapje af. Enjoy. Ja. Bones on the Beach.
blef van mijn GoPro, dat is de blef. Woe! Ja, de klok. Oh, topproduct. Wat een baan. Hoe lang is dat? Ja, zo. En je ziet die trein op beeld niet, maar het blijft zo ongelooflijk. 30 karretjes aan een trein. Woe! Oh. Hier nog nooit iets mee gebeurd, mensen. Nee. Oké, we zijn bijna boven. Nog één keer. Ah, dan gaan we rustig naar beneden, want dit is van voren. Los! Oké. Ah. Bovenste punt bereikt. Allee. Daar gaan we. Stop ermee. Oké, gas geven. Ja, hey. En dan gaat alleen maar naar links. Zeg jongen, hoeveel keer ga je nou nog aantrekken, jongen? Vol product! Maar ik ga gisteren die park niet aan top, ja. Ja. We hebben alles veel beter. Nee, ja, de jongen, zacht voor hem. En dat was een revolution, man. King Kong was bij de opening een wereldprimair. Hoeveel King Kong attracties zijn er erna nog gebouwd? 0, 3, jongen. Nog 3. Nee. La Palle heeft er een, in Amerika staat er een en er is nog een. Het valt mee. Nee. Ja! Het was dik, ja. Hier in het Waters en die draken, is er een draak gescheurd, zie je, ontbreekt er een. Achterin stond denk ik nog een kop, die is ook weg. Als je daar goed kijkt, zie je de draken liggen. Ook de wateractiviteiten zijn net geschakeld, dus ja, die draken worden waarschijnlijk gemaakt en dan is het terug zoals het moet zijn. Maar ja, er klimmen de kinderen uit, zal daar komen. Pour votre propre sécurité, gardez toujours les bras et les jambes à l'intérieur de la cabine. Accrochez-vous bien à la barre et... Nu vind je de sledgehammer, was dan ervoor. Dat was een dubbele schroefvakbaan van Vekoma. Dat is de tornado. Ja, de looping star die stond op de plek van de tyfoon. Ik zie hier de vertrouwen. Interactief.
wat zitten we nog eens op de Revolution? De beste top, de topper, hè. Topper van het park. Hebben wij die burger, hè, joh. Niet laten vallen, hè. Ja, wel, het was een crazy dag, mensen. Oké, dit keer Bobby Holland, mijn dark rides. Dus dat was ook weer geweldig. Banana Battle was niet open gegaan, voor binnen keuze nog altijd dicht. Maar, nee, dat is niet erg. Want dat kan ik wel hebben. El Paso en Dreamcatcher, het waterslide, al waren storingen in het begin van een dag. Maar dat is opgelost, dus je hebt wel kunnen doen. Waarschijnlijk is Johannes er gisteren geweest en die heeft alles kapot geblust. Jammer, mensen, dat is. Maar zo was het weer plezant. Ja, het is altijd plezant hier. Ja, maar dit was Bobby Holland weer. Ik heb Revolution gemist, ik heb Indian River gemist. We waren toch een ride. Vooral de nattigheid. Ja, de Revolution of wat? Nee, de Indian River. Ah. Maar voor nu was dit Bobby Holland weer, dus like, abonneer en ciao. Later!